Alles in dit huis klopt. De opgave was perfect, de locatie is perfect. De opdrachtgevers waren uniek. En in dat opzicht, denk ik dat dat een van de redenen is waarom we in ieder geval genomineerd zijn voor het beste gebouw van het jaar. De vorm komt eigenlijk voort uit de typologie die je hier in het landschap veel terugziet. Dat is de, ja, gewoon de typologie van de schuur. En, maar we vonden het toch ook wel belangrijk om daar nog een extra laag aan toe te voegen. Door hem ja, bijzonder lang te maken, eigenlijk wat smaller te maken dan, dan standaard. Maar in de verschijningsvorm uh, ja, past hij eigenlijk heel goed in dit, uh, in, dit, uh, in dit landschap. Het ligt net buiten Schijf, uh, in een buitengebied. En de eerste keer toen we hier kwamen, was het echt uh, ja, gewoon een heel groot uh, weiland. En uh, eigenlijk overal waar je hier staat uh, op deze plek, uh, heb je dus de omgeving die, uh, ja, die alles, uh, alle uitstraling heeft van, uh, van natuur en, uh, en buiten zijn. En ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch om in zo'n omgeving te kunnen wonen. Nou, het is heel bewust langgerekt gemaakt om het kavel eigenlijk in twee te splitsen. In een soort voorruimte en een achterruimte. En die voorruimte hebben we ook echt heel groot gemaakt. Dus het huis achter op het kavel geplaatst. De achterruimte heeft volledig uitzicht op het, op het uh, bos. En juist door het langgerekt te maken, is het effect in het landschap echt uh, ja, formidabel. Dus als je in de woonkamer zit, dan heb je de soort beslotenheid van het, van het houten muren. En dan kijk je één kant op. Als je in de keuken staat, kijk je eigenlijk twee kanten op. Je kijkt eigenlijk gewoon naar de voorkant en naar de achterkant. En in de slaapkamers bijvoorbeeld, die zijn bewust georiënteerd op het oosten. Dus dat als je s ochtends opstaat, dat de zon binnen, binnenkomt. En uh, heb je ook weer heel mooi uitzicht op, uh, op het bos. En zo hebben we dus per ruimte eigenlijk nagedacht van wat is de beste plek om transparantie te maken. En wat is de beste plek om gesloten te maken. En juist de eerste, eerste indruk van het huis is dat enorme gat wat uh, dwars door het huis heen uh, schiet. En uh, je eigenlijk het landschap ingekaderd uh, in beeld brengt. En dat, uh, ja, dat wilden we gewoon maken met die, uh, met die lange vlonder. Kijk, waar ben je nou het meest trots op? Uh, ik ben het meest trots op het feit dat mijn uh, opdrachtgevers uh, uh, hier heel gelukkig wonen.